Vierde verdachte aangehouden rondom steekpartij in Lent. Stichting Vizier wil af van Hanky Panky liedje. En geld voor meedoenregeling, vaak gebruikt voor zogenoemde kwakzalverij. De politie heeft woensdagochtend een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Nijmegen 2 maanden geleden. Daarbij stierf een 29-jarige man. De aangehouden persoon is een 38-jarige man uit Nijmegen. Het fatale incident was op 21 maart aan de Lentse Warande. Enkele uren na de steekpartij werd er al een 30-jarige man uit Wijchen opgepakt. En ook in mei werd een 30-jarige man uit Wijchen aangehouden. Daarnaast zat ook een 23-jarige vrouw uit Nijmegen enige tijd vast. Deze vierde verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. En de politie heeft donderdag weer onderzoek gedaan in een woning aan het Colosseum in Elst, waar vorige maand het lichaam van een 57-jarige man werd aangetroffen. Hij was al sinds september 2022 spoorloos. Een 56-jarige vrouw is aangehouden omdat zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en de vermoedelijke dood van de man. Volgens de politie moet dit onderzoek uitwijzen wat er precies in de woning is gebeurd. Het lied Hanky Panky Shanghai wordt nog steeds vaak gezongen. Het zijn vooral kinderen die het lied leren en dus ook zingen op school. Toch kan het lied voor Aziatische mensen als racistisch worden beschouwd. Stichting Vizier in Nijmegen zet zich in tegen discriminatie en racisme en vindt dan ook dat hier iets tegen gedaan moet worden. Het is wel een liedje wat veel op school bij verjaardagen gezongen wordt en wat door veel mensen uit de Aziatische gemeenschap als vervelend wordt ervaren. Dus we hebben er ook wel eens klachten over gehad. Of het racistisch is, vind ik een lastige vraag. Dat hangt af van je definitie van racisme. Maar in juridische zin denk ik niet. Maar ik snap wel dat mensen er problemen mee hebben en graag van dat liedje af willen. Asian Rising vindt dat het lied laat zien dat Aziatische racisme genormaliseerd is in Nederland. Met de campagne Stop Hanky Panky Shanghai wil de organisatie het lied verbannen en bewustwording creëren bij de mensen. Dat zie je ook inderdaad met het Zwarte Pieten, wat mensen zeggen over de Zwarte Pieten en zo. Met Sinterklaas dan ben je eigenlijk nog kind, dus dan ben je daar niet zo mee bezig. Persoonlijk kan ik wel begrijpen dat het voor de mensen die het racistisch vinden, dat het racistisch overkomt. Omdat het natuurlijk wel een bepaalde doelgroep aanspreekt. Hanky Panky Shanghai, dat is dan toch wel, vind ik dan toch wel racistisch voor de wat oudere mensen. Maar ik snap inderdaad dat de wat jongere kinderen die daar nog niks mee te maken hebben, dat voor hun eigenlijk nog helemaal niks betekent. Nou, als het mensen pijn doet, is het natuurlijk vervelend, maar het liedje is gemaakt voor kinderen. Die niet dat kinderen heel snel een link maken met racisme en zo. Maar ik ben het er aan de ene kant mee eens, aan de andere kant ook totaal niet. Maar ik snap dat het voor de wat oudere mensen dat het dan wel wat meer, wat aankomender is. Omdat het gaat toch wel over een bepaald iets. Zelf vind ik niet zozeer dat mensen het racistisch bedoelen als het zingen. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen het racistisch vinden. In algemene zin bij discriminatie gaat het niet zozeer om de bedoeling van mensen, maar op het effect dat iets heeft. Dus als veel mensen dat als vervelend ervaren, vind ik dat we daar op een serieuze manier met elkaar over in gesprek moeten. Denk er eens over na wat je daar eigenlijk mee doet en praat eens met mensen van Aziatische afkomst wat zij van dat liedje vinden, om een keer een ander perspectief te horen. D66 in Nijmegen wil dat de gemeente beleid ontwikkelt om het aantal verkooppunten voor tabaksartikelen terug te dringen. Dat blijkt uit schriftelijke raadsvragen die de partij onlangs heeft gesteld aan het college van BMW. D66 benadrukt dat in een stad als Nijmegen jaarlijks bijna 200 mensen sterven aan de gevolgen van roken. Nog steeds rookt 19% van de volwassenen in Nijmegen. Om een rookvrije generatie te kunnen realiseren, is het naar mening van D66 ook nodig om het aantal verkooppunten van tabak terug te dringen. Uit cijfers van de politie database camera in beeld blijkt dat er sprake is van een wildgroei aan beveiligingscamera's op straat. Met name de situatie in Nijmegen valt op, waar bijna 13 keer zoveel camera's hangen als in de rest van de provincie Gelderland. Gemeente Beuningen telt slechts 532 geregistreerde camera's, waarbij opmerkelijk genoeg er geen enkele camera door de gemeente zelf is geplaatst. En dat moet anders, zegt oppositieleider Karen van den Heuvel namens de VVD.
De partij hoopt dit onderwerp nog eens te bespreken tijdens de raadsvergadering. En dan nog sport, want NEC heeft er een nieuwe speler bij. De 24-jarige Noor Lars Olden Larsson wordt overgenomen van de Zweedse club BK Häcken. Hij heeft een contract getekend voor 4 seizoenen. Larsson is een echte linksbuiten, iets waar NEC naar op zoek was, zeker na de transfer van Ibrahim Sissoko, die vorige week vertrok naar Toulouse. En daarmee heeft NEC nu haar 3e aanwinst binnen. Je aura laten reinigen, helderziendheid ontwikkelen of leren hoe je contact kan leggen met overleden dierbaren. In 11 Gelderse gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen dit betalen met budget uit de meedoenregeling. Maar dat geldt dus eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub of een abonnement op de bibliotheek. Hallo, welkom bij de Praktijk voor Persoonlijke Groei en Hypnosetherapie. Kom binnen. Manon Collé uit Nijmegen biedt onder andere healings aan waarbij ze geholpen wordt door aartsengelen en draken uit de 6e, 7e en 9e dimensie. 80% van haar klandizie maakt gebruik van de gemeentelijke Nijmeegse meedoenregeling. Welkom in de praktijkruimte. Mijn streven is ook echt, hè, mijn doelgroep zijn de mensen die het niet kunnen veroorloven. Dus de meedoenregeling is daar echt wel een hele goeie in voor mij. En voor de mensen die bij mij komen natuurlijk. Nou, ik dacht, wat zullen we nou beleven? Want ik woon ook in Gelderland, dus het is ook nog mijn belastinggeld. Er klinkt dus kritiek dat de meedoenregeling gebruikt wordt voor dit soort healings. Ik raak ze eigenlijk niet aan. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig boven hun in hun energieveld. Ja, en u wordt daarbij geholpen door aartsengelen en draken. Wanneer komen die? Ja, die roep ik aan voor de sessie. Die assisteren mij allemaal in het opschonen van het energieveld. Ik vind nogmaals niet dat dit soort pure kwakzalverij betaald hoort te worden uit gemeenschapsgeld. Maar de gemeente Nijmegen ziet dat anders en laat schriftelijk weten dat het voldoet aan de criteria. Voor wat betreft aanbieders van activiteiten die als onconventioneel beschouwd kunnen worden, geldt dat inwoners zelf mogen kiezen of ze hier gebruik van willen maken. We weten dat het gewoon, heel eerlijk gezegd, onzin is. Ik zou zeggen, 80% van de wereldbevolking gelooft in een god. En dat is ook niet bewezen. En toch krijgt de kerk subsidie van de staat. Ja, al ruim een maand is er geen regen gevallen in het land. En het ziet er ook naar uit dat dit de komende dagen ook niet gaat gebeuren. Vandaag was wederom een zomerse dag met maximaal temperatuur zo rond de 27 graden in de regio. Morgen wordt het weer zo'n dag. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. Alleen temperatuur wordt net iets hoger, 28 graden. In het weekend blijft het weerbeeld aanhouden. Zondag tijdens Vaderdag tikken we mogelijk de tropische 30 graden weer even aan. In de nacht klimt de temperatuur ook weer iets omhoog. Uiteindelijk werken we toe naar een vrij benauwde dinsdag, waarop flink wat onweersbuien zullen volgen. Wat dit betekent voor het weerbeeld in de volgende week, dat hoor je later. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website, rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En heb je zelf een nieuwstip voor ons? Nou, mail dan even naar de redactie @rn7.nl. En wij zijn er uiteraard morgen weer. Tot dan!